Ik heb een aantal e-mails gekregen over de erbarmelijke omstandigheden op sommige maneges. Wat ik jammer daarvan vind, is dat men denkt dat dat bij alle maneges zo is. Daarom heb ik hier Rob. Rob is de eigenaar van onze manege, Manege Middelhof. En samen met jou ga ik het even over hebben. Heel goed. Heel goed, mooi. Wat ze daar aangeven is dat de paarden vrij weinig vrijheid hebben. Slechte zadels, slechte hoofdstellen, te lang lopen, onvoldoende voer krijgen en zo nog heel veel meer. Hoe is dat hier? Waarschijnlijk zijn ze op een aantal maneges geweest die niet aangesloten zijn bij onze branchevereniging. Dat weet ik niet zeker, maar dat denk ik. In onze branchevereniging zijn wij daar al jaren mee bezig om één voorbeeld te noemen. Bijvoorbeeld de stands. Die zijn al jaren uitgefaseerd. De paarden moeten allemaal in boksen staan. Dus dat is eigenlijk jaren geleden al geregeld. En zo proberen wij met onze branchevereniging dergelijke punten gewoon voor te zijn. Nou, hier zie je onze manegepaarden. Die staan in een stal met buitenluiken. Niet alle manegepaarden hebben buitenluiken. Maar wel iets meer dan de helft van onze manegepaarden hebben buitenluiken. En de boksen tussen de paarden in, die zijn voorzien van tralies. Nou, hier staan we in onze manegepaardenstal. Zoals je ziet zitten tussen alle paarden tralies. Dus ze kunnen voldoende contact hebben met elkaar. Bovendien lopen onze manegepaarden heel de zomer door in het weiland. Nou, hier zie je dat onze paarden hier op dit stuk weiland lopen, iedere dag in de zomerperiode. In de winterperiode komen de paarden voldoende los in de binnenmaneges. Nou, hier zien jullie dat het ponyweiland. Hier lopen de manegeponies de hele zomer dag en nacht buiten. In de winter komen de ponies ook in onze binnenmaneges voldoende los. Hè? Want anders zouden de kinderen van de ponies afvallen. Dus die lopen iedere week, ook in de winter, voldoende los. Vorige week voor het eerst losgegooid in de buitenmanege. Dat doen wij eigenlijk omdat we ook weer met onze ponylessen naar buiten willen. Sinds een week hebben we eigenlijk weer mooi weer. En zo gauw het mooi weer is, ja, dan willen wij natuurlijk ook naar buiten. En voor de veiligheid van onze kinderen, van onze manege, van onze rijdende kinderen, doen we de ponies dan even zo snel mogelijk buiten in de buitenbak losgooien. Ja, logisch is dan dat ze dan wat meer reageren, wat frisser zijn. Terwijl ze toch iedere week in de binnenmaneges loskomen. Maar de eerste keer buiten zijn ze altijd fris. Hier zo staan we in onze binnenmanege. In deze binnenmanege worden wekelijks een aantal keren de paarden en de manegeponies, de manegepaarden en de manegeponies losgegooid. Het is ook zo dat in onze winterperiode kunnen wij de beesten, de dieren, niet op het weiland gooien. Omdat de weilanden, we zitten op veengrond, zijn erg nat en dan lopen de beesten, de dieren, alles kapot. Nou, hier staan we voor onze buitenmanege. De manege waar we vorige week voor het eerst onze manegeponies losgegooid hebben. Om de frissigheid even kwijt te raken. Zodat onze kinderen, onze manegeruitertjes, weer veilig op hun pony in de buitenbak kunnen rijden. Dus als we dat niet doen, dan gebeuren er ongelukken en dat willen we voorkomen. De uitzending op RTL Nieuws over misstanden in maneges vind ik persoonlijk een beetje kort door de bocht. Omdat een stal daar gefilmd werd waarin de boksen nog wat klein waren. En over het algemeen is dat niet zo. We zijn ook met onze FNRS bezig om in de komende jaren, wanneer er nieuw gebouwd gaat worden in onze bedrijven, dat de boksen groter gaan. Dus de boksen moeten naar twee keer de stokmaat in kwadraat. En de bedrijven zijn zich aan het voorbereiden om dat voor 2027 allemaal voor elkaar te hebben. Dat was Rob, die heeft het een en ander uitgelegd over de branche van de maneges, dus de FNRS, maar ook goed bij Manege Middelhof aan toe gaat. Mijn advies is in ieder geval, kijk goed naar een manege. Als je een manege binnenloopt, dan zie je of de paarden er gezond en schoon bij staan, of de stallen schoon zijn, of de omgeving schoon is.
Of de paarden wondjes hebben of niet, hoe de zadel zit. Dat kan je ook zelf natuurlijk gewoon even bekijken. Hè. Vertrouw je het niet, is het misschien verstandiger om naar een ander soort manege te kijken. Het is natuurlijk wel zo dat als je een beetje kwaliteit wil, je daar ook wel iets voor moet betalen. Veel mensen die willen natuurlijk voor heel weinig geld toch paardrijden, maar paarden zijn duur in onderhoud. En wil je goed voor je paarden kunnen zorgen, dan zal er dus ook geld voor moeten zijn. Dus mijn advies is, kijk niet zozeer naar de prijs, maar meer naar de omgeving. Kijk naar de gezondheid van de paarden, kijk naar de stallen, kijk hoe schoon iets is. En dan kan je vast en zeker, het mooiste is natuurlijk als die ook nog aangesloten is bij de FNRS, of bij dat is de branchevereniging. Dus kijk naar het certificaat, Stichting Veilige Paardensport. Dus nogmaals, certificaat Stichting Veilige Paardensport. En als een manege daar allemaal bij aangesloten is en alles ziet er goed uit, is de kans op misstanden natuurlijk al een heel stuk kleiner. En dan kun je gewoon op een fijne en veilige manier paardrijden. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik zie je heel graag de volgende keer. En vond je dit een goede video? Doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En tot de volgende keer. Doeg!